Ik ben Alex Terpstra, CEO van Civolution. En Civolution is een expert op het gebied van content-identificatie. Dat wil zeggen dat we door middel van software-technieken automatisch audio en video kunnen herkennen. En dat brengen wij in tal van verschillende toepassingen naar de markt. Ja, kijk, het tweede scherm wordt met name interessant als je de gebruikersinteractiviteit heel goed kunt synchroniseren. Dus in de gebruikersbeleving in de eerste plaats is het belangrijk dat er synchronisatietechnologieën, ACR-technologie zoals het in de markt tegenwoordig heet, wordt toegepast. Om te zorgen dat je interactie kunt bieden op het juiste moment. We hebben net weer een heel mooi voorbeeld gehad, bijvoorbeeld in Engeland. Bij Channel 4 met de landelijke horse race wedstrijd, de Grand National Race, waarbij we bijvoorbeeld heel nauwkeurig de timing van de paarden in zo'n hele korte race konden weergeven op het tweede scherm, perfect gesynchroniseerd door die ACR-technologie. Maar de volgende stap is eigenlijk toch ook commerciële modellen daar bovenop leggen. En dan denk je met name al snel aan adverteerdersmodellen. En een van de dingen waar we veel energie in stoppen op dit moment is het concept van gesynchroniseerde advertenties. Dus advertenties die op dat moment op televisie worden uitgespeeld in de reclamebreak. En het bieden van een gesynchroniseerde advertentie op hetzelfde moment op het tweede scherm. Dat wordt dan volledig door onze technologie automatisch gesynchroniseerd. We zijn allemaal al gewend om het tweede scherm te gebruiken. Al of niet met een app die hoort bij het programma, maar veel ook omdat we gewoon lekker zitten te twitteren of te e-mailen of whatever we doen tijdens de reclamebreak. Dus we doen al allerlei andere dingen op onze mobiele devices. Dus de aandacht gaat eigenlijk als vanzelf weg van de advertenties. En daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de effectiviteit van televisieadvertenties juist onder druk staat door het gebruik van het tweede scherm. Nou, je kan een groot deel van die aandacht eigenlijk weer terugbrengen door die advertentiemogelijkheid van het eerste scherm door te trekken naar het tweede scherm. En als je dan de aandacht van de gebruiker weet te vangen, dan weet je hem ook nog eens een keer veel sterker te vangen dan op het eerste scherm. Want het tweede scherm is natuurlijk veel beter geschikt om die advertentie dan ook gelijk interactief te maken, zodat je erop kunt klikken en gelijk door kunt gaan naar het product waar het in dit geval om gaat. We hebben natuurlijk in de afgelopen, 15 jaar, waarmee er geëxperimenteerd is met interactieve televisie, geprobeerd om dat mogelijk te maken via de televisie en de afstandsbediening van de televisie. Nou, ik denk dat we allemaal over eens zijn dat werkt gewoon niet. Hè. Het apparaat, maar met name ook de device, de remote control is daar niet voor geschikt. Maar een tablet of een smartphone is er uitermate voor geschikt. Het is zo makkelijk om dan te interacteren met zo'n advertentie, gelijk door te klikken, bijvoorbeeld naar een website. En dat product beter te bekijken, die proefrit aan te vragen of wat dan ook interessant is rondom dat product. En er zijn denk ik ook wereldwijd al heel wat testen mee gedaan, met name ook in Amerika, die aangeven dat heel succesvol kan zijn. Als je dus de maximale waarde wil creëren van de consumentenbeleving rondom je programma, dan moet jouw app eigenlijk goed synchroon zijn. Ten tweede, gebruik het ook voor goede commerciële mogelijkheden. Zowel met gesynchroniseerde advertenties, zoals het echt linken van advertentiecampagnes tussen het eerste scherm en het tweede scherm. Maar er zijn ook nog wel andere interessante toepassingen mogelijk. We weten bijvoorbeeld ook in real-time wat er wordt besproken op televisie. En ook dat kan je automatisch gesynchroniseerd weer op het tweede scherm laten komen met bepaalde functionaliteit, zodat de gebruiker eigenlijk kan mee interacteren op wat er besproken wordt in het programma. Of ook weer dat beschikbaar stellen aan een adverteerder die dan zich concentreert op dat tweede scherm. We zien al meerdere modellen, ook in Amerika, waarbij je eigenlijk betaalde content weer terugwint aan populariteit. Als je het maar makkelijk beschikbaar maakt en van goede kwaliteit. En ik denk zelfs dat over tijd we zullen zien dat de grote contentproducenten daar zich nog verder op zullen gaan specialiseren met nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld hoge resolutie, 4K-resolutie, video. Ik denk zelf dat op termijn producenten dat ook rechtstreeks naar de consument willen gaan brengen via internet. En dat ze daarmee willen gaan concurreren ook tegen in feite gepirateerde content, omdat de studio alleen zelf in staat is om die hoge kwaliteit te leveren. Ik denk dat we eigenlijk al op het punt zijn in de industrie dat als je met een nieuw product, contentproduct op de markt komt, dat je eigenlijk al niet meer zonder het tweede scherm kan. Dat gaat al wel ver, zo'n uitspraak, maar in feite is het al wel zo.
Dat tweede scherm, dat begint in zodanige mate belangrijk te worden voor het succes van het format. En met name ook tweede scherm toepassingen waarbinnen de sociale beleving en social media goed zijn geïntegreerd. Dat wordt een onderdeel van het succes, ook een onderdeel eigenlijk van de marketing. Om te zorgen dat het publiek praat over jouw programma, meedoet met jouw programma. En op die manier creëer je een veel grotere binding tussen de creatie aan de ene kant en de consument aan de andere kant. En ik denk eerlijk gezegd dat er geen weg meer terug is.